Dames en heren, dan is nu de arena vrij en u heeft het al gezien. Voor de muziekvereniging Kunst en Genoegen, de Show en Marching Band Kunst en Genoegen. Dames en heren, uit Leiden natuurlijk. En net zoals alle andere korpsen van vanavond zijn ze veelvuldig deelnemer en prijswinnaar op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Met één verschil, Kunst en Genoegen is nog steeds de regerend kampioen op de marswedstrijden. Ik denk dat het een hete zomer wordt, dames en heren. En we zullen zien hoe het allemaal afloopt daar in Kerkrade. Het nieuwste product van de Show and Marching Band Kunst en Genoegen is zo goed als klaar, dames en heren. Vanavond gaat u het zien, deze nieuwe WMC-show die zijn naam eer aandoet en is opgebouwd uit muziek van opera's. Enkel en alleen opera's. Soms de originele nootjes, maar ook soms in een heel nieuw en spetterend jasje gestoken. De show is, zoals het ook in opera betaamt, gevuld met emotie en met een uitdagende choreografie. Passie, liefde, verdriet, dood, leven, alles zit erin, denk ik. Het is opera, tenslotte. In de nieuwe show is muziek te horen uit bekende Italiaanse en Duitse opera's. Met nummers uit, zoals de Ouverture der Vliegende Hollander van Richard Wagner. Nessun Dorma, u kent het allemaal uit de opera Turandot van Puccini. Le Toreador uit Carmen. De Willem Tell Ouverture Mac the Knife uit de Dreigroschen opera. Het Slavenkoor uit Nabucco. En de Corco uit Orpheus in de Onderwereld. Dames en heren, het zit er allemaal in, u hoort het. Laat u meeslepen de komende 10 minuten met deze muzikale en choreografisch spektakel onder de leiding van tabometre Kevin van Egmond. Is dit voor u de Show and Marching Band Kunst en Genoegen. Please start the show. Thank you.
Nou. Thank you.
Dames en heren, met de show.